Ik hang een beetje thuis met Netflix en een puzzelboek. Ik app eens met mijn kinderen, voorlopig even geen bezoek. De quarantaine voelt bizar en niemand weet hoe lang dit duren zal. Maar de handen die nog helpen, de helden aan het bed. Het front waar wordt gestreden, waar nog maar kort geleden ons lot werd neergelegd. Ons kleine land ligt plat, geen files hier op de A1. Geen bioscoop, geen restaurant, ik kan nog weken nergens heen. Ik luister half naar de premier en neem berustend weer een kopje thee. Maar de handen die nog helpen, de helden aan het bed, daar werd tot kort geleden om meer begrip gestreden, te lang opzij gezet. Maar de handen die nog helpen, de helden aan het bed, het front waar wordt gestreden, waar nog maar kort geleden ons lot werd neergelegd.